zijn. Full speed, full speed. And again, Taylor was the target, I think. Booth might bring it clear. And he's fouled by... It's a brilliant ball to release Booth. And the new Jets attacking here. Duvikas, the target. Duvikas has done well. Eto stuck with him initially. Pelota para Booth. Va cerrando Pulisic. Del otro lado. No lo vio Booth. Ahora sí, pero tiró el centro para Pepe Libre. Pepe... Quiere... Pelota para Booth. Va Booth. El centro es bueno, Aarons. Pelea de los puestos, sí, señor, de Champions. La perdió Jairo con Booth. Pasa Serginho, solo Pepe en el área. ¡Pepe! Booth flitter dan langs met Boussaïd, maar die let niet op. Dat is natuurlijk bedacht voor die positie links centraal achterin. Nog Booth. Komt langs Jan Sana. Nu nog een ploeggenoot vinden. In combinatie met Van der Hoorn. Dan moet hij toch met links terugtrekken. Booth. Kluiber. Meteen door. Ook in aanvallende zin. En daar is het van de streek. Die dan uiteindelijk tegen Booth weer makkelijk de bal verspeelt. Oslogan. Booth. Keurig gedaan. Mostokan. Booth. Handig. Zo. Goede versnelling van Booth. Duvikas. Hoek is lastig. Moet wachten op steun. Trap, maar dat gaat niet gebeuren. Booth. For Mike van der Hoorn, once of Ajax, a little flip round the corner for Kluiber. Again, Carlsen trying to sweep it up. Bosduan and Booth, goodness, it's a second good flip. Booth and Bosduan. Booth, he's looked very sharp himself, I must say. Bayern Munich when he was only 18 from the Real Salt Lake Academy, and he's found Kluiber here. Kluiber in, oh, Duvikas didn't get there! Taken down by Kluiber as Booth. He has got some terrific ability of all, Taylor Booth. And that's Booth's cross and mistakes in translation that could cost him. He certainly seemed to be speaking Dutch to the officials. Oh, it's a beautiful ball in for Duvikas! Their head coach is at 4-all. Booth. That's not bad, it's a great header! And here's Booth again. Bosduan making a run. Duvikas making a run. Good play. Tiber Bauer may just be looking for more legs at the back in the... Boel tegen verdiende. Toussaint misschien net wel tegen zijn hand aan kreeg. Maar nee, een goede opening dit. Kopbal naar de tweede paal, die valt. Ook elkaar eens tegen bij Heerenveen Utrecht. Holly schiet door. De bal verdedigd door Booth. Booth. Balletje breed. Schein. Wat dus vooral opvalt, is dat Utrecht eigenlijk niet eens heel veel tijd heeft. Volgende corner.
En daar is het Doefikas! Van Booth. Langs Dankerlaar, daar komt Casanvirio. Daar glipt hij ook langs. Dit is ook een goede bal, Doefikas! En... te proberen. Die durf ontbreekt een beetje bij Utrecht. Goed, met geduld. En Van Kooi werd het wat beter. Scoorde Laurits de twee keer. Boels legt hem goed neer. Dit moet hem zijn. Dat is hem. Rodon. Kramer. Overtreding van de aan. Boels. Schep. En Doefikas probeert erbij te komen. Dan is dit Boels. En dat schot in de korte hoek is zo slecht niet. De verstelling is goed. Combina. Waar zij die nu spelen, en dat is dan het voordeel bij dat grote. Oeh, een slechte bal is dit. Boef geeft en hij is op maat en het is geen doel. Kiest voor Boef. Voorzet is goed, maar net niet in. Oeh, Valente. Het is dat hij die bal niet meteen goed onder controle kan krijgen. Anders wordt het een grote kans. Hier een uitbraakmogelijkheid voor FC Utrecht. Met Booth, met Redan, Doefikas. Booth. Ja, terug van de streek. Booth langs. Ja, Booth! Hij verdient het, want hij... Boezeit loopt wel en Booth is daar ook in de buurt. Booth kan daar wellicht profiteren. Ja, dat kan inderdaad. Boezeit buitenspel door. Van de streek stuurt Redan weg. Dos komt vrij. Dos gaat de score openen. Nee, doet hij niet. En in de rebound is het wel raak via Booth. Die scoort dus andermaal voor FC Utrecht. Als hij de bal heeft. Booth aan de rechterkant. Daar goed terug Boezeit waar die... Booth. Maar voeren mannetje die de bal graag wil hebben. Taylor Booth. Dribbelt zich langs de twee Volendammers. Haalt dan uit. Dat is